Goedemiddag. Wat was er zo bijzonder aan het jaar 1600? Ik bedoel dus niet de slag bij Nieuwpoort, hè, want dat zegt iedereen meteen. Ik weet iemand waar Nieuwpoort ligt? Nou ja, goed, dat is België. Um, nee, daar gaat het niet over. Um, het bijzondere van het jaar 1600 was niet, slag bij Nieuwpoort, ook niet dat. Um, het bijzondere was ook niet dat je vanaf dat ogenblik wist dat de aarde rondom de zon draait bijvoorbeeld. Dat wisten we al duizend jaar, dat is helemaal niet zo boeiend. Nee, het speciale van het jaar 1600 was dat vanaf die tijd wij weten hoe onbelangrijk wij mensen zijn. Niet alleen dat wij klein zijn in het heelal, want dat was ook allemaal wel duidelijk. Nee, dat onze zintuigen ons een heel slecht beeld geven van het heelal. En ook dat onze hersens niet genoeg zijn, niet bij macht zijn. Om dat geheel te omvatten. Dat was de omwenteling. Dat was het grote andere. Um, maar niettemin laten we eens even kijken naar hoe dat gegaan is sinds die tijd. En laten we kijken of we een sprong kunnen maken van 400 jaar in de toekomst. We gaan in eerste instantie eens kijken naar gewoon tastbare zaken. Dus onze zintuigen en dergelijke. En de uitbreidingen van onze zintuigen in de vorm van instrumentatie. En daarna gaan we eens kijken naar hoe het met onze hersens gesteld is. In de tijd dat wij spreken in dit geval, dus 1610 ongeveer, dus het eerste decennium van de 16e eeuw, uh, maakten geleerden hun eigen instrumenten. Uh, mensen zoals uh, Christian Huygens slepen in dit geval met zijn broer samen hun eigen lenzen. En om u een indruk te geven van hoe buitengewoon lastig dat was, um, het glas van een willekeurig welk potje pindakaas is van betere optische kwaliteit dan wat ze in die tijd konden krijgen. Dus dat was een van de allergrootste moeilijkheden. Gewoon je materiaal. En daar zijn we ontzettend veel verder in gegaan. Onze zintuigen zijn gewoon niet genoeg. En of je dat nou op deze manier doet of op de manier zoals um, Leonardo dat deed. Je hebt een stukje zintuig. Je krijgt datgene wat het heelal je aanbiedt daardoor naar binnen. En ja, als je dan een beetje systematisch bent, dan bouw je daar een observatorium voor. Er zijn heel veel optische observatoria op de wereld die uitsluitend gebruikt worden voor het menselijk oog. Het menselijk oog heeft een aantal enorme beperkingen. In de eerste plaats natuurlijk dat het relatief klein is en in de tweede plaats dat er geen belichtingstijd op is. Er wordt wel vaak gevraagd van leuk om een telescoopje te hebben zelf, zo'n sterrenkijktje en dergelijke. En als je er zelf doorheen kijkt, is het altijd een bittere teleurstelling, want je oog heeft geen belichtingstijd. In de tijd van Huygens was dat ook zo. Dit is een van Huygens' zijn lenzen die hij samen met zijn broer Christian uh, Constantijn geslepen heeft. Uh, hij heeft hier zelfs een hele mooie spreuk ingeschreven. Ad Atmovero Oculus Distantia Sidera Nostris. Dus om de sterren dichter bij onze ogen te brengen. Hij had daar zelfs ook apparatuur voor ontworpen. Want ik weet niet wie van u ooit uh, eens geprobeerd heeft een lens te slijpen. Dat is buitengewoon monnikenwerk. En hij had daar apparatuur voor bedacht om dat een beetje sneller te laten gaan. U kunt in het Museum Boerhaven. In Leiden nog een aantal prachtige van zijn lenzen zien. In sommige gevallen bouwde hij zelfs telescopen zonder een buis eraan. We hebben op de Oude Sterrenwacht een replica van die zogenaamde buisloze telescoop. En sinds die tijd zijn we een heel stuk opgeschoten. Want een aantal van de dingen die ons oog wel kan, namelijk kleur zien, hebben wij gigantisch verbeterd met spectrografen. U ziet hier een stukje van het spectrum van een ster en ieder van deze spectraallijnen hier geeft ons informatie over de fysische toestand op die ster. Dat doen we natuurlijk in dit geval met behulp van volstrekt moderne apparatuur. We maken een sprong van 400 jaar na vandaag de dag naar onze moderne telescopen. De spiegeldoorsnede van een telescoop van deze soort op Cerro Paranal eh, is 8 meter, en daar hebben we er vier van naast elkaar staan. Op dit moment is het zo dat die 8 meter zelfs een beetje bescheiden is. We zijn op dit moment bezig met het bouwen van de European Extremely Large Telescope, wat ze met extremely bedoelen. Nou, dat betekent uh, dat je een spiegeldoorsnede krijgt van 30 meter of daaromtrent eigenlijk een beetje groter zelfs. Kijk, in de tijd dat je alleen het menselijk oog had, is het natuurlijk van belang om grotere en grotere oppervlakken detecterend te maken. Maar op een gegeven ogenblik, en dat gebeurde zo'n beetje aan uh, het eind van de 20 e eeuw, werden onze detectoren zoveel beter. Dus niet de fotografische plaats, maar elektronische detectoren. Dat we tegenwoordig daarnaast bij ieder foton uit een lichtstroom kunnen vangen. En die doen ook weer opsplitsen in hun diverse kleuren. Niet alleen dat, we willen ook tijdresolutie. We willen tot op een duizendste van een seconde belichtingstijd kunnen maken. En dat betekent dus dat enorme grote oppervlakken nodig zijn. Gaat u even met mij mee naar Sterrenwacht Leiden. Uh, dit is een, het lunet aan de buitenkant van de stad Leiden. Dit is de oude Sterrenwacht. De telescoop die wij nu aan het bouwen zijn. Er zal. Als we, op ware grootte, dames en heren, werkelijk waar. die dingen Zo'n 30-meter-spiegel wordt zelf bestuurd. Het is niet alleen de telescoop die bestuurd wordt, maar de spiegel zelf wordt zodanig bestuurd dat hij een extreem scherp beeldje geeft. En dat doen we met behulp van een zogenaamde laser guide star. Een laser die de ruimte inschijnt. En die maakt als het ware een lichtvlekje aan de hemel, wat één punt is. En met behulp daarvan kunnen we dat zaakje scherper stellen. Laten we eens kijken wat dat betekent, die 400 jaar. Die tijdbasis is 400 jaar. We gaan eens even kijken wat die. Verdubbelingstijd geweest is van het oppervlak van de telescoop. Nou, het was 3 centimeter doorsneden in de tijd dat Galilei ermee werkte. Het is 30 meter, zo ongeveer op dit moment 400 jaar later. En dat betekent dus dat het oppervlak 1000 keer duizend is een miljoen keer groter wordt. En je kunt daaruit gemakkelijk genoeg uitrekenen dat de verdubbelingstijd van de capaciteit van die telescopen ongeveer 20 jaar is. Um, die verdubbelingstijd van 1 miljoen maal groter in 400 jaar. Heeft ons dus nu geleid tot de European Extremely Large Telescope. En gaan we 400 jaar verder, wat zou dat dan betekenen? Dat zou in dit geval betekenen dat we een soort hyper-EELT gaan bouwen. Ja, als je al zo brutaal geweest bent om te zeggen Extremely Large Telescope, wat moet je dan nog? Enfin, je kunt natuurlijk zeggen EELT 3.0, maar dat is flauw. Um, van 3 centimeter naar 30 meter is een factor 1000 in doorsnede. Uh, Kun je hem nog een keer duizend keer groter maken? Kun je een telescoop maken van, duizend kilo, van 30 kilometer groot? Nou, op Tor in Chili is professor Ewine van Dishoek op dit moment bezig met een telescoop te gebruiken, de uh, zogenaamde ALMA-telescoop, die ongeveer die grootte heeft. Laten we eens kijken wat dat zou gebeuren, betekenen als je het in het optische gebied gaat gebruiken. Het optische gebied en een golflengte van ongeveer een nanometer. Dat betekent dat je in de diffractiezone van die telescoop zo ver kunt kijken dat je. Iedere planeet binnen een afstand van ongeveer 20 lichtjaar kunt bekijken zoals je Google Earth gebruikt. Dus we pakken deze stukje van de sterrenhemel, we pakken de naastbijzijnde sterren. Dit zijn gewoon de 50 naastbijzijnde sterren nabij de zon hier. En dit is wat je dan van die planeten daar in de verte te zien zou krijgen als je een dergelijke telescoop over 400 jaar aan het werk zou hebben. En dat kan misschien nog wel sneller. Dan, um, dat is dus 400 jaar machinerie. Wat de optica betreft, andere machinerie, laten we eens even kijken. In sommige gevallen zullen we tegen een natuurkundige beperking aanlopen, maar dat zien we dan te zijner tijd wel. In de tijd van Huygens was tijdmeting een hele rare zaak. Tijd, ja, je wist ongeveer wanneer de zon opkwam en onderging, maar die precisie in de tijdmeting die was niet zo geweldig. Een torenklok in die tijd, die met een, een balans werkte, een soort van, van, van halter die heen en weer slingerde, betekende dat zo'n torenklok ongeveer een kwartier per dag verkeerd liep. Om een indruk te geven van de vooruitgang die Huygens teweeg heeft gebracht. Bij zijn uitvinding van de slingerklok werd ineens de seconde relevant. Voor die tijd was dat helemaal niet zo. Zijn instrument zorgde ervoor dat ineens tijdmeting een factor 1000, een 1 met 3 nullen, nauwkeuriger werd. Nou, um, dat deed hij natuurlijk omdat hij in zijn hoofd. Allerlei dingen kon berekenen. Onder andere een manier om die precisie van die slinger, die beweging, uh, veel preciezer te maken. Dat is zelfs hier en daar weergegeven. Uh, we zien hier vader tijd. Die een soort van slinger heeft met een paar wangetjes daarnaast. En die wangetjes die hebben een heel speciale wiskundige vorm, de cycloïde. En die zien we hier in deze Huygensklok. En met behulp van die cycloïde kun je een fractie van een seconde nauwkeurig meten in 24 uur. Een complete revolutie. Laten we eens kijken of we 400 jaar verder zouden kunnen gaan. Een slingerklok is een seconde. Een laserklok is een laser is in feite ook een klok. Dat weet u, want er zit een foton in wat een bepaalde trillingstijd heeft. Is iets van de orde van 3 x 10 tot de 17 e hertz. En dat betekent dus dat de bijbehorende energie in zo'n laser is ongeveer 200 elektronvolt. Laten we eens kijken of we naar AD 2500 kunnen gaan. Dus we gaan 400 jaar de toekomst in en we gaan net doen alsof we nog eens een keertje een factor 3 x 10 tot de 17 e hogere frequenties zouden kunnen meten. Wat betekent dat? Dat is nou jammer. Want dat betekent dat in zo'n superlaser, die 3 x 10 tot de 17e nauwkeuriger is, is één foton, één quantum, heeft een energie van ongeveer 30 joule. Nou, Zo'n energie van ongeveer 30 joule komt overeen met de mc kwadraat, de e is mc kwadraat, van ongeveer 10 tot de 12 de protonen. Dus ik neem 10 tot de 12 de waterstofatomen, die veeg ik bij elkaar. Daar maak ik één quantum van, en dan heb ik die tijdprecisie. Nou, dat betekent dus dat ik een bacterie zou moeten nemen en een soort bacterielaser maken, waarbij het niet fotonen zijn die heen en weer kaatsen, maar hele bacteriën. Nou, dat zie ik zo gauw niet gebeuren. Um, dat wil dus zeggen dat we hier in ieder geval tegen een natuurkundige barrière lijken aan te lopen. Laten we dan in plaats van precisie in de ruimte in de tijd eens kijken naar precisie in de ruimte. Nog niet zo lang geleden stond er in de krant een afbeelding van de Tabula Peutingerana. Dat is een, een kaart uit de vroege middeleeuwen. waarin een of andere handelsreiziger aangaf hoe je langs de Rijn moet reizen. Je kent dat wel. da, da, di, da, 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 da jam, jam, jam. Nou, dat, dat stond precies aangegeven. wat de plaatsen waren langs de Rijn. En eigenlijk topologisch klopte het wel. Het was dus niet dat je Keulen kreeg voor Essen, niet andersom. Maar in afstanden klopte dat niet zo geweldig. Want ja. Het, hoe moest je daar afstanden meten? Je triangulatie was nog niet uitgevonden. Dus laten we zeggen, een precisie van ongeveer 10 kilometer of daaromtrent. Op dit moment is het zo dat onze bestaande GPS een nauwkeurigheid heeft van iets van de orde van 10 meter of daaromtrent. Laten we optimistisch zijn en zeggen: 5 meter. We kunnen daar 5 centimeter van maken en met lokale bakens ongeveer 1 millimeter. En dat doen we met behulp van dit soort apparatuur, in dit geval het Galilei systeem. En dat betekent dus dat sinds die tijd waar we over spreken, 400 jaar geleden, nu je van 10 kilometer naar 10 centimeter bent gegaan, dat wil dus zeggen een verbeteringsfactor van ongeveer 10 tot de vijfde. Dat kan beter en om u een indruk te geven hoe maatschappelijk belangrijk dat is. Als je een kraandrijver bent en je werkt bij een van de grote bouwterreinen. en je wilt zo'n gigantisch groot blok beton op zijn plaats zetten. dan ga je dat natuurlijk niet meer doen zoals je dat nu doet. maar je plakt een aantal sensoren gewoon op dat stuk beton. en je programmeert hem op een paar centimeter nauwkeurig omlaag te komen. en dan kun je verder gewoon een kopje koffie gaan drinken. Um, iets soortgelijks anders maatschappelijk. de blinde geleidehond. zal onder deze omstandigheden niet meer nodig zijn. Want de lantaarnpaal is aanzienlijk dikker dan die fractie van een centimeter waarop je je positie kunt bepalen. Dus die positie in de ruimte op grote schaal, dat komt goed. En heel veel eerder, dat is nu al het geval, dan die 400 jaar waar ik het over had. Laten we eens naar een andere precisie in de ruimte kijken. Namelijk de precisie van het hele kleine. Dus niet de precisie in het heelal, dus die gps-bepalingen en dergelijke. Maar de precisie van elementaire deeltjes. Is het mogelijk om individuele deeltjes op een plaats te zetten? Ja, dat kan. We kunnen al sinds betrekkelijk lang individuele atomen op hun plaats zetten. En laten we eens even kijken wat daarmee kan gebeuren. Opnieuw lopen we daar tegen een natuurkundige beperking aan. Dit is één elektron in het waterstofatoom. Ik zal er straks eventjes over hebben hoe het precies zit dat dit één elektron kan zijn. Maar. Op deze superkleine schaal, ongeveer 10 tot de min 11 meter of daaromtrent, weet je nooit precies zeker, ten gevolge van de kwantumregels van de natuur, waar iets is. Dus er zal een overgangszone zijn beneden welke, en dat zal van de orde van 10 tot de min 10, de 10 tot de min 11 meter zijn: beneden welke het geen zin meer heeft. Om te proberen iets precies op zijn plaats te zetten. Niettemin, daartussen is nog een hele hoop ruimte. En Richard Feynman, de grote natuurkundige, was een beetje de eerste die daarop wees. Um, we weten eigenlijk al in ons lichaam dat dat het geval is. Ons lichaam slaagt erin om die micromanipulatie goed te maken. Binnen eiwitmoleculen, hormonen en dergelijke, door al die verschillende atomen netjes te rangschikken. Dit is een, een computermodel van het, hoe heet dat, het hormoon, insuline. En dat je daar dingen mee kunt doen, dat is bekend. Dit is transfer RNA, dat is een klein stukje molecuul, wat ervoor zorgt dat in uw lichaam een soort pakjesdienst. Van de ene cel naar, van binnen de cel van de ene plek naar de andere gaat. Dit is dus het equivalent van een pizzakourier, alleen dan op een schaal van ongeveer 10 tot de min tiende meter. Uw lichaam doet dat al vanzelf. Laten we eens kijken wat er zal gebeuren als we die micromanipulatie. Dat zal dus in dit geval grotendeels via scheikundige middelen gaan. En niet met een of ander hefarmpje zoals je dat doet op een bouwkraam. Wat dat zou betekenen maatschappelijk? Wel. Ik denk dat het tienmaal minder zal zijn dan 400 jaar, iets van de orde van 40 jaar of zo. En dan zullen wij terugkijken op orgaantransplantatie als een heroïsch iets uit ons verleden. Want als mijn lever het niet doet en ik wil een andere lever hebben, dan zou ik natuurlijk voor transplantatie in aanmerking willen kunnen komen, maar het is eigenlijk heel raar. In iedere cel van mijn lichaam zit een DNA-molecuul en in dat DNA-molecuul staat een bouwschema, een blauwdruk, voor Vincent's lever. Nou, het enige wat ik hoef te doen is dat een keertje opnieuw te doen. Oh joh, ik ben de gebruiksaanwijzing van mijn lever even kwijt, ik maak even een nieuwe, weet je. Wel, dan download je gewoon je DNA oh, oké, okay, zit dat zo joh, geen probleem, over een maand heb je een nieuwe. Dat kan. Waarom weet ik dat dat kan? Omdat het al gebeurd is. Dat gebeurde in de buik van mijn moeder en daarna, toen ik een beetje groter werd en uh, pindakaas begon te eten uit dat potje met dat glas van Huigens, weet u nog wel. Maar het kan en het zal gebeuren. Wanneer? Ik denk veel minder dan 400 jaar, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Um, hier, dit soort celdeling hier, daaraan zien wij voor onze ogen dat micromanipulatie op, dit, op deze schaal nu al gebeurt. Het is alleen een kwestie van het op de juiste manier besturen. Omdat, of we dan helemaal zullen gaan afdalen in de richting van de ruimte van het DNA-molecuul, daar kun je over twijfelen. Daar beneden, als we dus gaan afdalen naar de afmeting van een atoom zelf, ja, dan hebben we een beetje een probleem. Dan lopen we aan tegen die kwantumbarrière waar ik het eerder over had en waar ik straks nog iets over ga vertellen. We hebben precisie gehad in de tijd. We hebben gezien dat daar een beperking aan zit met die laser. We hebben precisie gehad in de ruimte, we hebben gezien dat daar een beperking aan zit aan de onderkant vanwege het kwantumgedrag van onze natuur. Kunnen we het ook hebben over precisie in de ruimte en in tijd? Ja, dat kan. Um, het is een stapje verder, en we hebben het nog niet, en we kunnen het nog niet, maar als je toch durft over 400 jaar te kijken, dan is daar misschien wel een mogelijkheid. En dat zit als volgt. Tot dusver heb ik het voornamelijk gehad over precisie van plaatsbepaling en tijdbepaling als iets statisch. Ik wil dat grote stuk beton op mijn bouwplaats op de juiste plek hebben tot een paar millimeter nauwkeurig. En dan staat het en dan gaat het niet bewegen. En iets soortgelijks als ik een tijdmeetinstrument zou hebben, dat ding, dat doet het gewoon. Wat betekent precisie in ruimte en in tijd? Wel? Nou, in de afgelopen jaren bent u ongetwijfeld gewend geraakt aan het fenomeen van de 3D-printer. Misschien dat een aantal van u hier al mee geëxperimenteerd heeft. Precisie in ruimtetijd betekent dat we over een 4D-printer gaan beschikken: een apparaat wat niet alleen dingen in de ruimte zet, maar ook op achtereenvolgende tijden in de ruimte. En als je zou denken: van dat is eigenlijk heel raar. Als je bij Pixar gaat kijken, dan doen ze dat in feite al. Het maken van een computergemaakte animatiefilm is in feite het equivalent van een 4D-printer. En dan zou je zeggen: ja, hoor eens, dat zijn gewoon platte plaatjes die achter elkaar staan. Maar dat is helemaal niet waar. Pixar kan tegenwoordig stereofilms maken, stereo-computergemaakte films. En dat is dus in feite al een 4D-iets. Wat we daarmee gaan doen, dat weet ik niet zeker. Het zal misschien iets zijn. Van deze soort. Het zal misschien iets zijn waarbij wij bepaalde bioprocessen ofwel in en voor onszelf ofwel buiten onszelf zouden kunnen aanpassen. Ik bedoel dit niet helemaal als schets. Als een of ander ebola virus ter sprake komt. En wij zouden in staat zijn om in ruimte en in tijd op de juiste manier deeltjes achter elkaar te zetten. Dan denk ik dat het technologisch mogelijk moet zijn, en opnieuw misschien op een tijdschaal van 50 jaar, maar zeker geen 400, om daar een soort van, van gouden kogel te vinden die alleen maar één taak vervult: namelijk dat gruwelijke ebola-virus een halt toeroepen en niets veranderen. Anders. En dat niets anders. Ik begrijp natuurlijk wel dat daar uh, haken en ogen aan zitten, want je moet er natuurlijk wel voor zorgen dat zoiets geen nare bijverschijnselen heeft. Maar ook dat is iets wat wij in principe onder controle zullen kunnen krijgen op het ogenblik dat we in ruimte en in tijd al die verschillende plaatsbepalingen kunnen hebben. Zoals gezegd, het gebeurt al. Dit is een filmpje van celdeling in een klein wormpje. Als u in de herfst die nu aankomt een blad opraapt, dan zitten daaronder. Hebben we die kleine wormpjes? Dat is Senurandi, dus elegans. En sommigen vragen zich misschien af: van, want wat heeft minister Plasterk ooit goed gedaan? Nou, dit. Um, en... <laughs> Echt wel. <laughs> Echt wel? Um, u lacht aan nu om, maar na, naar mijn inschatting is, is het echt Nobelprijsmateriaal. Um, Plasterk in zijn Hubrecht-laboratorium is er in staat geweest om de levensgeschiedenis van ieder van de lichaamscellen van C. elegans te bepalen. Helemaal vanaf het embryo tot en met het complete wormpje. En er zitten even uit mijn hoofd iets van 959 cellen in het volwassen dier. En dat is absoluut geen, geen sinecure, dat is heel knap. Om zulke dingen te kunnen doen, moet je besturen, je moet beheersen, je moet zorgen dat je weet wat er gebeurt. En daarbij is het natuurlijk nodig om van tevoren te bepalen, te berekenen wat je zou willen gaan aanrichten. Laten we dus, nadat we naar de materiële zaken hebben gekeken, eens kijken naar de immateriële zaken. Want ik heb u al verteld dat vanaf het jaar 1600 gebleken is dat onze zintuigen. en ook onze tastzin natuurlijk. Hè, niet voldoende is om het heelal te doorgronden. En laten we eens kijken hoe dat met onze hersenen gesteld is. Daar is het ook maar een beetje krapjes. We gaan namelijk de hersenen voorbij. Um, in de tijd van Huygens was het zo dat je alleen maar je hoofd en veel geduld kon gebruiken. Om dingen uit te rekenen. Ja, dat was nu eenmaal zo. Er waren geen mechanische apparaten die dat konden doen. Um, even terzijde, dat is heel, heel erg lang zo geweest. Hè? Toen ik als promovendus aankwam op Sterrenwacht Leiden, en dat is al een aantal jaren geleden, um, was een van mijn promotoren, professor Oort, um, die vermenigvuldigde getallen met behulp van een papieren tabel. De zogenaamde krelvermenigvuldigingstabellen. U gelooft niet dat het bestaat, maar er zijn nog enkele antieke exemplaren in de bibliotheek aanwezig. Dat was zo'n turf van een boek. En in de verticale kolom stonden dan getallen van drie cijfers en in de horizontale ook. En op het kruispunt daarvan stond dan het product van die twee getallen. En het grappige is dat, uh, ik heb professor Oort zijn, zijn vermenigvuldigingstabel ook eens een keertje in handen gehad. En bij de, bij de kolom 314 stond een hele grijze streep van zijn vinger. Wie? Waarom 3, 1, 4? Voilà. En in de sterrenkunde is Pi nog belangrijker misschien dan in de wiskunde. Dat was geweldig. Um, ja, ja, ik, ik ga, iets, ga iets voor u pakken. Moet je kijken. En um, uh, je weet wat dit is. Ja, nou, kijk, dat, dat zat als volgt. Um, op de middelbare school had ik van, van, uh, van triplex een rekenlineaal gefiguurzaagd dat ding was zo groot, want anders had je niet veel precisie. En um, toen kwam er bij mij op school, want toen, toen, dat was in de tijd dat je dat nog niet had en zo, kwam de vertegenwoordiger, dat was een Duitse meneer van Aristo. En in die tussentijd uh, had mijn wiskundeleraar al gezegd, joh, neem jij jouw rekenlineaal even mee. Dus ik dat ding op mijn schouder, <laughs> dat is zo, zo groot. En die, die man van Aristo vond het zo leuk dat ik een rekenlineaal gemaakt had dat ik deze cadeau heb gekregen. En daar heb ik mijn hele studietijd mee gedaan. Um, ik denk niet dat er veel mensen zijn die nu nog weten hoe je hier de log-logschaal van moet aflezen. Maar het was allemaal echt, dames en heren. Het werd allemaal gebruikt om echte berekeningen mee te doen. Um, ja, in de tijd van Huygens, die, die wist dat nog niet eens. Logaritmen, de botten van Napier. He, nou, die waren toen nog maar net uitgevonden. Um, stukje uit de aantekeningen van Huygens over de dubbelbreking in Calciet. En u ziet hier al die, al die berekeningen die die hier doet. vier cijfers, he, eventjes, hallo. Um, al deze verschillende berekeningen. Er staan bladzijden en bladzijden en bladzijden aantekeningen, waardoor dat keurig met de hand heeft gedaan, allemaal. Dat was ellebogenstoom. En dit is een andere uit de aantekenboeken van Huygens. Dit werd allemaal op die manier gedaan. Gewoon hoofd, handen en geduld. En dat werd pas anders toen Gottfried Leibniz met een machine kwam die vier functies kon berekenen. De gewone vier aritmetische functies. En als we dat eventjes in flops uitrekenen, was drie decimalen tot ongeveer 0,1 flop. Dus dat is ongeveer diezelfde kweltabel waar we het net over hadden. En daar kun je dingen mee uitrekenen, zei Leibniz. Nou, dit was zijn machine. Hier netjes met een kastje eromheen. Ik zei al. Dat een van de belangrijkste veranderingen in de 17e eeuw niet zozeer was dat gedoe van de aarde rondom de zon. Nee, dat was meer de manier waarop je naar de dingen kijkt. Dat je zintuigen niet goed genoeg zijn, dat je, je hersenen niet goed genoeg zijn voor berekeningen. En Leibniz koppelde daar ook een, een ik zou bijna zeggen, maatschappelijk moreel standpunt aan. Want in die tijd, in de tijd dat de mechanica werd uitgevonden, was het idee dat alles is een machine. Dus dat het hele heelal is een machinerie en dergelijke. En als we er een keer achter zijn hoe die machinerie werkt, dan kunnen we dat perfect berekenen. En als je iets perfect kunt berekenen, dan kun je dat ook toepassen op de mensenmaatschappij. En dat is wat Leibniz zei. Leest u even met mij mee. Wanneer er dan twistpunten opkomen, zullen twee filosofen geen diepere wetenschappelijke woordenwisseling nodig hebben dan twee beroepsrekenaars. Het zal voldoende zijn om pen en papier te nemen, voor de rekenmachine te gaan zitten en tegen elkaar te zeggen: liefst op vriendelijke toon, laten we het uitrekenen. Ja, u kent allemaal wel de, de output van het Sociaal-Cultureel Planbureau. En kan dat? Nee, dat kan niet, jongens, echt niet hoor. Um, maar het was niet zo stom om het te denken. Een van de dingen die toen al bleek en die nu van die 400 plus 400 jaar ook weer een beetje duidelijk aan het worden zijn. Er zit een soort vooruitgangsgedachte achter. Het idee, het wordt beter dan het nu is. Het is nu al beter dan het vroeger was. En dat zal hopelijk in de toekomst ook zo zijn, dankzij die rekenmachines. Nou, ik heb u net al mijn uh, rekenlinia laten zien, waar ik er keurig netjes mijn studietijd mee heb doorgebracht. Um, in de tijd dat ik student was aan het Sterrenwacht Sonnenborg, zaten we met z'n zevenen op de zolder van Sonnenborg. Dat mocht eigenlijk helemaal niet, want je had als student geen enkel recht op dat moment. En uh, nou ja, wij, wij mochten dat stiekem, want um, professor van Buren die kwam naar boven op een gegeven ogenblik en die keek zo eens rond. en zei: hm, wat doen jullie hier? Ik nou professor, we uh, ja, werken hier een beetje. Oh, zegt hij, nou blijf dan maar zitten. En waarom was dat lastig? Niet zozeer omdat je er met z'n zeven zat, maar omdat twee van die zeven bezig waren met dingen uit te rekenen over steratmosferen op een zogenaamde marchand. En dat was een soort koffiemolen die in feite een elektrisch aangedreven variant was van precies diezelfde machine van Leibniz. Nou, een pestherrie maakte die dingen, dat was geweldig. Um, en in die tijd had je nog geen iPod om je oren dicht te plukken en zo. Nou, dat was vreselijk leuk. Um, daarna kwam de bekende elektronische vierpitter, pitter een elektronische versie van uh, Leibniz. En wat in mijn leven een waterscheiding geweest is, is de Hewlett Packard 35. He, dat is dus een behoorlijk groot ding hoor. En, um, maar daar kon je dus fantastische dingen mee doen. En nu zitten we op de petascale computing. Um, ja, dat is allemaal vanwege dit soort dingen. Daar hoef ik u helemaal niets over te vertellen. Laten we eens kijken naar die verdubbelingstijd waar ik het eerder over had. Weer met die tijdbasis van 400 jaar. Wel, um, we gaan even kijken wat dat was. Dus die tijdbasis kun je uitrekenen als je weet wat die factor is waarmee het verbeterd is. Dus dit is gewoon 400 jaar mal, uh, uh, gedeeld door de logaritme van 2. Um, sorry, maal de logaritme van 2. Nou, het was ongeveer een duizendste flop... In het jaar 1610, dus aan het begin van de 17e eeuw, um, het wordt nu iets van de orde van 10 tot de 15e of daarom. En als u echt wilt weten hoe macho dit kan zijn, moet u niet mij uitnodigen, maar mijn collega Simon Portegies-Zwart, die uh, rekent door allemaal uh, van die, van die uh, grafische kaarten uit computers achter elkaar te zetten en die allemaal een taakje te geven. Dat gaat gruwelijk snel. Um, laten we eens kijken. Die bijbehorende factor is dus 10 tot de 18e keer beter dan toen. En dat wil zeggen dat het ongeveer 6,7 jaar is voor de verdubbelingstijd van de rekensnelheid. Nou, we kennen een soort gelijkgetal uh, Kennen we dus van de regel van Moore. Um, en het grappige is dat die dus blijkbaar al eens een beetje geldt sinds de 17e eeuw. Um, alleen er klopt niks van dit verhaal natuurlijk. Daarom heb ik dit apparaatje ook laten zien. Want op het ogenblik dat ik als student bezig was eh, om theoretische natuurkunde te leren van professor Veldman, was het nog niet echt veel beter hoor, dan het in je hoofd te doen, net zoals Huygens dat deed. Alleen was mijn hoofd natuurlijk minder goed dan het zijn. Nee, maar die, een enorme sprong kwam er met de elektronica. Ja, dus die, ik, ik doe wel net alsof dat een verdubbelingstijd is van 6,7 jaar, maar het was niks, 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 bijna niks, een klein beetje meer niks, een klein beetje nog meer niks. Ja, en bam! Ineens kwam de elektronica. Wat zou er beter zijn dan dat? Nou, er wordt wel gedacht dat het met behulp van de kwantummechanica kan. Dat kan in principe, omdat in plaats van sequentieel verschillende dingen uit te rekenen, of dingen te laten uitrekenen door massaal parallel hetzelfde te laten doen met iets andere omstandigheden, is het ook mogelijk om de hele rataplan over elkaar heen te zetten op kwantummechanische wijze. En dat wil dus zeggen dat je een ultiem parallel systeem zou kunnen ontwerpen met behulp van zo'n quantumcomputer. Gaat dat lukken? Mm, misschien. En laat ik u vertellen dat waarom ik denk dat dat antwoord misschien zou moeten zijn. En we lopen daarbij aan tegen precies diezelfde natuurkundige beperking waar we het zojuist over hebben gehad in verband met de precieze plaatsing, de ruimtelijke plaatsing van iets. En de ruimtelijke plaatsen van iets wat kleiner is dan bijvoorbeeld een waterstofatoom. Er wordt wel gedacht dat de wetenschap gedreven wordt door nieuwsgierigheid. Dit is niet juist. Als je gaat naar de willekeurige kiosk op het station, dan zie je daar allemaal van die glossies. Dat is papier geworden nieuwsgierigheid. Iedereen is nieuwsgierig. In het geval van die glossies gaat het natuurlijk over geld. Het gaat over paringsgedrag, Het gaat over dingen van dergelijk type. Hier een vreselijk nieuwsgierig. Nou, waarom zijn al die lezers van al die glossies met al hun nieuwsgierigheid dan geen wetenschappers? Dat komt omdat het in de wetenschap gaat over opmerkzaamheid. Compleet ander verhaal. Als je opmerkzaam bent, dan zie je niet. ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Dat is flauw. Want als ik zo'n EELT heb. Met 35 meter doorsneden, al licht dat ik dan meer zie dan jij, dat is flauw. Nee, ik zie, ik zie wat jij ook ziet, alleen ik zie het anders, ik zie het beter, ik zie het zonder gesnor, enzovoorts enzovoort. Wat zie je? Ik ga voor een ruit staan en ik kijk naar die spiegelruit. Dan kan ik zien wat er aan de andere kant van die ruit is en tegelijkertijd kan ik ook mijn spiegelbeeld in die ruit zien. Hé, hey, denkt dan een opmerkzame wetenschapper. Dat is stapel misjoegenen. Want hetzelfde licht wat van je gezicht naar de ruit gaat en er doorheen gaat, dat kan ook door jou gezien worden. Dus iemand die aan de andere kant van die ruit staat, die ziet jou ook en het is volstrekt wederzijds. Wat betekent dat? Hetzelfde licht wat naar die ruit gaat, gaat er doorheen en niet of en kaatst terug. Dat betekent voor de opmerkzame natuurkundige. Dat oorzaak en gevolg in ons heelal ingewikkelder in elkaar zitten dan je zou hebben gedacht. Pak honderd mensen op straat en vraag ze één voor één: Hebben dezelfde oorzaken altijd dezelfde gevolgen? Ja, zeggen ze: ja, ja, natuurlijk. Dat is dat snap een kind. Niet waar. Op een schaal van de elementaire deeltjes zijn oorzaak en gevolg op een andere manier met elkaar verbonden. Dezelfde oorzaken hebben niet altijd dezelfde gevolgen. Want dat licht wat naar die ruit gaat kan en doorheen en terug. Ja, wat nou? Hoe moeten we dat natuurkundig oplossen? Ja, dat is lastig. Het betekent om te beginnen dat er oorzaken zijn zonder gevolg. Er gebeurt van alles in het heelal waar we niks van merken. En er zijn ook gevolgen zonder oorzaak. Bijvoorbeeld radioactief verval dat gebeurt volkomen spontaan, toevallig, echt toeval. Er zijn gevolgen zonder oorzaak. Het is zelfs mogelijk op dit moment om te denken dat ons hele heelal een gevolg is zonder oorzaak. Zodanig dat ons heelal in zijn geheel een soort gratis lunch is. Dat wil zeggen dat um, je moet spreken niet zozeer over de zekerheid dat iets gebeurt. Denk even terug aan Leibniz. We hebben, we hebben Leibniz al gehad. Leibniz zei, als je de begintoestand van iets hebt, calculemos, We kunnen gewoon uitrekenen wat er in de toekomst gebeurt. Geef mij aan het begin de posities en de snelheden van alle deeltjes in het heelal. Donderd niet hoeveel. En ik kan uitrekenen wat er in de toekomst gebeurt. Eventjes terzijde. Of de computer waarmee je dat uitrekent. Dan ook een onderdeel mag zijn van dat heelal. Daar mogen de filosofen zich over uh, buigen. Maar oorzaak en gevolg moeten beide gespecificeerd worden. Het specificeren van alleen de oorzaak, de begintoestand, is niet voldoende in onze natuur. Ik geef een begintoestand. Het foton, het lichtdeeltje, gaat naar de ruit. En ik geef een eindtoestand. Het lichtdeeltje gaat door de ruit heen. Dat is wat anders dan het lichtdeeltje kaatst terug. Ik geef oorzaak, ik geef gevolg en dan kan ik uitrekenen wat de kans is dat die twee aan elkaar verbonden zijn. Op die kleine schaal waar we het over hadden, hebben we het dus te maken met waarschijnlijkheden, niet met zekerheden. En we noemen dat onbepaaldheid. Ja, in amateurboekjes staat ook wel onzekerheid, onzekerheidsrelatie. En dat is helemaal het juiste woord. Want als je het hebt over onzekerheid, dan zou je denken van nou weet je wat, ik ga gewoon nog een paar miljoen extra vragen aan NBO. En dan kan ik daar wel wat mee. Dan kan ik je onzekerheid wel terugbrengen. Nee, 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 nee. Het is een onlosmakelijk onderdeel van de wereld van het kleine, die onbepaaldheid. Ik heb een atoomkern, kern van waterstof. En in de buurt heb ik een elektron. En ik ga de plaats van dat elektron bepalen. Dan vind ik een positie. En dat doe ik nog 10.000 keer. Dan krijg ik één elektron, en dat heeft een bepaalde waarschijnlijkheidsverdeling in de ruimte. Onbepaaldheid. Het heeft dus geen zin, natuurkundig, om te praten over het precies neerzetten van één elektron op een bepaalde plaats. Dat gaat gewoon weg niet. Dat is een natuurkundige beperking. Wat betekent dat voor het geval van die quantumcomputer? Dat diezelfde oorzaken niet altijd dezelfde gevolgen hebben. Die les van die venster uit en die onbepaaldheid betekent dus dat je kunt wel een quantumcomputer bouwen. Ja, ik, ik weet niet of het kan hoor, het is nog nooit echt gedaan. Maar stel voor dat u en uw collega's gaan dat een keertje in het pak steken, dan weet je nooit helemaal zeker of je antwoord juist is. Als ik terugga naar professor Oort met zijn Krell's vermenigvuldigingstafel. en ik ga van 3, 1, 4, want dat is de kolom van pi, ga ik naar een ander getalletje en ik vind daar een uitkomst. dit getal, maal dat getal. dan is dat exact wiskundig gegarandeerd. juist. En de uitkomst van een quantumcomputer die twee getallen met elkaar vermenigvuldigt. dan weet je nooit helemaal zeker of dat klopt. Of dat nuttig is, dat is een andere kwestie. We hebben het nu gehad. Over de manier waarop onze instrumenten werken. De manier waarop onze hersenen en speciaal rekenen werkt. En laten we nu eens kijken hoe het zit met ons begrip van de natuur. Dat is weer een andere kwestie. Um, het blijkt dat eigenlijk er een ongebroken lijn is van het begrijpen van de wereld om ons heen. Het begrijpen van de natuur vanuit ongeveer de 17e eeuw tot nu. En die zouden we graag voort willen zetten. Die ongebroken lijn betekent iets heel merkwaardigs. Oorspronkelijk werd gedacht dat de natuur is een soort wiskunde. Is. Ook Newton heeft al gezegd, of althans ik parafraseer even, wat er gebeurt in dit heelal is wiskunde. Het enige wat wij nog hoeven te doen is de axioma's daarvan te ontdekken. Er zijn dus natuurwetten. En dat leer je allemaal op school, de wetten van Newton. Wel nu. Als die wetten van Newton echt wetten waren, dan was dat hele verhaal wat ik zojuist heb opgehangen over kwantummechanica volstrekt niet nodig. Volstrekt onmogelijk geweest. En er is ook een hele tijd gedacht dat dat onmogelijk was. God dobbelt niet, zei Einstein. Want die dacht nog dat er zoiets is als natuurwetten. Maar dat is niet zo. Niettemin is het zo dat er een algemeen principe zit. Achter ons begrip van de natuur. En ik heb het nu in dit geval niet over biologie of dergelijke. maar specifiek over de theoretische natuurkunde. En dat is gebaseerd op een zogenaamd symmetrieprincipe. Laten we eens kijken wat daarmee bedoeld wordt. Huygens was de eerste die constateerde dat je niet weet waar je bent. en niet weet hoe hard je gaat. Als u zou weten, als u zou kunnen meten aan uzelf, in uzelf. hoe hard wij gaan, dan zou u op dit moment voelen. Dat wij bezig zijn met 220 kilometer per seconde rondom het centrum van onze melkweg te draaien. En tegelijkertijd zou u voelen dat die gehele melkweg met u en al. met 600 kilometer per seconde in de richting van de coma-cluster van sterrenstelsels aan het jassen is. Maar dat voelt u niet, want u weet niet hoe hard u gaat. Nou, um, op basis daarvan kun je de gehele mechanica op. Het is dus een relativiteitsprincipe. Ruimte en tijd zijn relatief. Laten we eens kijken wat Huygens daarover zei. In zijn manuscript in de Universiteitsbibliotheek van Leiden kun je dit fotograferen. Motus inter corpora relativus tantum est. De onderlinge beweging van voorwerpen is uitsluitend relatief. Je weet niet waar je bent, je weet niet hoe hard je gaat. Je weet alleen waar je bent ten opzichte van iets anders. Dus ik weet waar ik ben ten opzichte van deze zaal, ten opzichte van mijn buren, ten opzichte van de wereld, wat mij van de Nederland wat mij betreft. Maar verder weet ik niks. En met de snelheid... Ook snelheid en plaats zijn niet absoluut meetbaar. In zo'n geval je zou denken dat deze zes woorden een beetje een toeval zijn. Laten we even kijken wat hij verder in zijn aantekeningen schreef. Lees even met mij mee. Kwit nam in corporibus sit out motus. Nisi ALIORUM corporum respectu hier zo. Non intellectue PAS... Kijk, um, of. Lichamen stilstaan, quia sit aut motus of bewegen, of lichamen stilstaan of bewegen, non videtur in telegipos. Videtur, hè? je kunt meten, je kunt constateren dat het niet mogelijk is dat vast te stellen. Het, is, het blijkt, videtur, het, is, het blijkt dat het niet mogelijk is om vast te stellen of lichamen stilstaan of bewegen. In die tijd was het zo, Galilei heeft zo'n turf volgeschreven over het verschil tussen stilstand en beweging. En wat zegt Huygens hier? Maakt niet uit. Er is geen verschil tussen stilstand en beweging, behalve, nisi aliorum corporum respectu, behalve ten opzichte van de voorwerpen onderling. Dat is relativiteit. Plaats en snelheid zijn niet absoluut meetbaar. En voor één enkel voorwerp is er dus geen enkel verschil tussen stilstand en beweging. Wat betekent dat? Dat is sinds die tijd, Leibniz niets, heeft dat uitgevonden? Leibniz is degene geweest, die heeft gezien hoe we dat doen. Als ik een positie heb en er verandert niets als ik bij alle posities een vast bedrag optel, dat betekent dus dat een absolute positie niet bestaat, alleen een relatieve positie, dan betekent dat dat de verandering van plaats in beide gevallen hetzelfde is. Immers, de verandering van positie aan de ene kant en de verandering van positie van de andere kant hetzelfde. De verandering van een constante is nul. Dus de verandering van plaats is een bepalende grootheid in mijn bewegingen, maar die verandering van plaats in de loop van de tijd kan ik een naam geven, dat is de snelheid, maar ook van de snelheid weet ik dat die relatief is. Ik pak het hele helemaal bij kop en staart, geef alles een extra vaste snelheid in een bepaalde richting en er verandert niets. Motus inter corpora relativus tantum. En dat wil dus zeggen dat als ik de verandering van snelheid ga opschrijven, die hetzelfde blijft, want de verandering van een constante is nul. En dat wil dus zeggen dat de enige bepalende grootheid in een mechanisch systeem is de versnelling. Dat is wat ik gegeven moet krijgen. Geef mij een versnelling en ik kan, à la Leibniz, de gehele toekomst voor je uitrekenen. Een bewegingsvergelijking in dit geval is dus een verandering van een verandering. Merk op. Dat die hele mechanica gebaseerd is op een relativiteitsprincipe. In dit geval de relativiteit van plaats en wat tijd. Huygens wist dat. Deze had u al gezien. Hè? Hij is hier aan het uitrekenen wat er gebeurt als ik een kanonskogel afschiet. Nou, dat geeft dus een paraboolbaan. Hè, dat had Galilei al bewezen. Als ik een kanonskogel afschiet met een wrijving. waarbij de wrijving recht evenredig is met de snelheid. En hij gaat hier stapje voor stapje met pen en papier gaat hij uitrekenen wat die kogelbaan. Zou zijn. Willekeurig welke computercode die u uit elkaar pluist van n deeltjes onderling, gebruikt precies dezelfde rekenmethode. Alleen wij doen het natuurlijk niet met de ganzenveer, veer. Wij doen dat met behulp van alle mogelijke chips. En in het geval van Portugies-Zwart doe je dat met grafische kaarten en dergelijke. Wat betekent dat voor de moderne natuurkunde? De symmetrie. Die we gebruiken in de natuurkunde is niet alleen die van de klassieke mechanica, maar ook een andere. Einstein stelde vast dat ruimte en tijd niet voor iedereen dezelfde zijn. Hoe die daaraan kwam, dat is een heel apart verhaal. Um, ruimte en tijd zijn daarom volgens Einstein bouwmateriaal. Laten we eens kijken hoe dat werkt. We nemen een a 4tje tekenen daar twee evenwijdige lijnen op. En tussen die twee evenwijdige lijnen maak ik een knip. En daarna, als ik die knip gemaakt heb. Pak ik die twee stukjes die ik ingeknipt heb en ik plak ze aan elkaar. En ik heb dus nu van een tweedimensionale platte ruimte een tweedimensionale gekromde ruimte gemaakt. En u ziet dat in een gekromde ruimte je gekromde banen krijgt. Want heb ik met mijn vingers aan die twee lijnen gezeten? Nee. Ik heb een schaar genomen, ik heb een stukje ingeknipt, ik heb een stukje geplakt. Ik heb met die ruimte iets gedaan, maar met die banen niets. Gekromde ruimte geeft gekromde banen. Dat is de basis van de algemene relativiteitstheorie, de zogenaamde lokale symmetrie. Wij kennen dat. Want hoe merken we dat? Dat merken we aan de zogenaamde zwaartekracht. Ik zeg zogenaamd, want zwaartekracht is er eigenlijk helemaal niet. Zwaartekracht is een historische term voor de gevolgen van de kromming van de ruimte, zegt Einstein. En dat is een symmetrie-theorie. Die vergelijkbaar is, het zit iets ingewikkelder in mijn kamer, dat maakt verder niet uit. Het is een symmetrietheorie op soortgelijke manier zoals die theorie van Huygens over de klassieke mechanica. En er is meer. Er zijn nog drie symmetrieën in onze natuur, die wiskundige namen hebben gekregen: de U1, SU2 en de SU3-symmetrie. En die geven plaatselijk ook een resultaat. Stel je voor: ik neem een tafelkleed. En ik draai dat in zijn geheel, een globale draaiing, een globale rotatiesymmetrie, dan verandert er niks. Maar als ik het middelstuk van, die, van dat tafelkleed pak en het een beetje ronddraai en de kanten op zijn plaats laat, dan krijg ik een rimpeling. Die rimpeling heeft een naam. Die rimpeling noemen we een veld, met veldlijnen. Wat je op school te leren hebt gekregen over elektromagnetisme en elektrische veldlijnen, magnetische veldlijnen, is in feite een vertaling van wat wij weten dat het is. Er is een lokale symmetrie en die lokale symmetrie wekt een veld op: het zwaartekrachtsveld in het geval van de Lorentz symmetrie en de kwantumvelden in het geval van die andere symmetrieën. Die lokale symmetrieën die hebben ook een. Iets wat we in de werkelijkheid kunnen zien. Elektromagnetisme behoort bij de U1-symmetrie. De zogenaamde zwakke wisselwerking hoort bij de SU2-symmetrie. En de SU3-symmetrie is goed voor de kleurwisselwerking. Dat heet kleur, dat is een beetje een onhandig gekozen term van die theoretische fysici. Dus. Zwaartekracht bestaat niet, een historische term voor de gevolgen van de kromming van tijd en ruimte. En weergegeven in een wiskundige vorm die eigenlijk een zeer ingewikkelde versie is van dat knippen en plakken met je A4'tje. De algemene relativiteitstheorie. Die plooiing van dat tafelkleed wordt op zeer ingewikkelde wiskundige wijze weergegeven in de kwantumveldentheorie. En wat we nou zo graag zouden willen hebben is een theorie die die beide samenvat. En nu ben ik weer met u naar de volgende 400 jaar aan het kijken. Wij zijn nu na 400 jaar natuurkunde, na de relativiteitstheorie van Huygens, de relativiteitstheorie van Einstein, naar die kwantumveldentheorie, zijn wij aangeland op vandaag, de dag 2 oktober 2014. En het probleem is dat wij weten uit de natuurkunde dat die twee niet met elkaar te rijmen zijn. Dat alles met dezelfde versnelling valt, dus een bewijs van die kromming van de ruimte. En dat Einsteins origami-verhaal betekent in feite dat we een probleem hebben. Want als je gaat kijken wat er voor bijzonders is aan het eindpunt van deze knip, is dat Einstein heeft geconstateerd dat dat punt bijzonder is. Dat is namelijk waar zich de massa bevindt. De baan van de planeet Mercurius is gekromd, omdat de ruimte rondom de zon gekromd is. Mercurius gaat rondom de zon in 88 dagen. De baan van de aarde is gekromd vanwege de kromming van de ruimte. Wij gaan er rond in een jaar, enzovoort, enzovoort. Maar, hoe weet de ruimte in ons zonnestelsel dat die gekromd moet zijn? Daar moet iets tussen zitten. En dat is een hele oude vraag hoor, want toen Newton en, en Hooke kwamen met hun oorspronkelijke idee van universele zwaartekrachten, dus de, de zon en de aarde trekken in elkaar aan en de aarde en de maan trekken elkaar aan, kwam er meteen, ja maar hallo, hallo zei iedereen, althans de meeste mensen zeiden dat, wat zit daar dan tussen? Wat nou? Hoe weet die zon nou dat de aarde er is en vice versa? Dat kon Newton niet oplossen. Hoe is non fingo, zei hij, ik verzin niet zomaar iets. En ook vandaag de dag weten wij dat nog niet. Wat is de wisselwerking tussen ruimte, tijd en materie? Hoe zitten die aan elkaar vast? Dat moet ik absoluut weten. En ik ga mijn kist niet in voor ik erachter ben. Maar ja, um, <laughs> ik heb wel opgeschreven in een boekje hoe erg het allemaal is. Maar um, ja, misschien is het wel nodig om nog 400 jaar te wachten. En misschien is het wel iets waar wij niet slim genoeg voor zijn. Dat is heel goed mogelijk. Maar ja, denk niet te snel dat iets onmogelijk is. Dat is een van de lessen die we uit de natuurkunde te leren krijgen. Tot besluit. Er is ontzettend veel veranderd in die afgelopen 400 jaar. Maar er is één ding en dat is hetzelfde gebleven. Namelijk onze manier van doen. Die is ook in die tijd ontdekt. En als je vraagt: nou, wat, wat, kan de wetenschap in de komende 400 jaar nog meer voor ons doen dan we al gedaan hebben? Nou, ik heb het al gehad over die transplantaties die niet meer nodig zijn, en blazenpalingen, bla, bla 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 bla, dat gaat allemaal wel goed. Maar wat is de belangrijkste bijdrage van de wetenschap geweest in die tijd? Dat is niet iets tastbaars, maar dat is iets niet tastbaars: dat is de werkwijze, de manier van doen. En we hebben in al die 400 jaar nog nooit iets beters gevonden. En ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat dat wel zo zal blijven. En de omslag is gemaakt omstreeks die tijd. Toen gedacht werd van, ja, we hebben wetten. Hè, dus de, de, en, en de filosofische vaststaande, zelf-evidente zaken. En je hebt mensen die zeiden van, nou, dat weet ik nog zo net niet. Laten we het maar eens proberen. Laten we eens kijken wat er gebeurt. Christian Huigens was de eerste en volgens mij ook de helderste die de manier waarop wij wetenschap doen heeft geformuleerd. En volgens mij is die in 400 jaar niet veranderd. Leest u even met mij mee. Men zal hier een soort redeneringen zien die niet zo'n grote zekerheid bieden als de wiskunde, en daar zelfs sterk van kunnen verschillen. Waar wiskundigen hun stellingen bewijzen uitgaande van zekere en onbetwistbare uitgangspunten, bewijzen Sorry, uitgangspunten. Worden hier principes bevestigd door de conclusies die men eruit trekt. Het kan niet anders uit de aard ter zaak. Zo is het nu eenmaal. Wij zijn een proefondervindelijk iets aan het doen. Toch is het mogelijk om op die manier een mate van waarschijnlijkheid te bereiken die bijna niet onderdoet voor absolute zekerheid. Dat gebeurt wanneer de, berekende gevolgen, rekenen weer, hè? wanneer de berekende gevolgen van de veronderstelde principes precies overeenkomen met de resultaten van experimenten. Vooral wanneer daar heel veel van zijn. En wel in het bijzonder wanneer men op grond van de gedane veronderstellingen nieuwe verschijnselen heeft bedacht en voorspeld die dan inderdaad blijken te bestaan. Die cyclus van opmerken, constateren. Bedenken, veronderstellen, voorspellen en dan een andere waarneming doen. Die cyclus heeft ons 400 jaar voortgedreven. En die 400 jaar, denk ik, die, ons tegemoet gaan, die wij tegemoet gaan, die zal ons ten naaste bij hetzelfde beeld geven. Het is dus nu aan iedereen, waaronder u, om eens te kijken wat u met die volgende 400 jaar gaat doen. Ik dank u voor uw aandacht. Dank je, Vincent. Um, ik denk één of twee vragen uh, uit het publiek. Toen werd het heel stil. Misschien een overhoring? Nee? Ja. ja, wacht even. Geweldig verhaal. Heel hartelijk bedankt. Graag gedaan. Um, je hebt verteld dat het op een gegeven moment niet meer zinvol is om de locatie van iets heel kleins nog nauwkeuriger vast te stellen. Maar bij het meten van de tijd gaf je aan dat dat er een technologische barrière gaf. Is er bij de tijd ook niet een zinvol grens? Want ik geloof dat die 10 tot de 17e klok, dat als je die 30 centimeter optilt, dan geeft die al een andere tijd ja. aan. Omdat de tijd daar anders is. En als je ermee gaat lopen met 5 km per uur, ja. ook dan geeft die al een andere tijd aan. Is het zinvol om nog nauwkeuriger te bepalen? Het uh, is een heel goed punt. Um, bij het bepalen van de plaats met gps-satellieten wordt er reeds uitgebreid rekening gehouden met de speciale en de algemene relativiteitstheorie. Om u een kwantitatief idee te geven van hoe ernstig dat is. Als je geen rekening houdt met de relativiteitstheorie, dan wijst je tomtom Tom in 24 uur 53 kilometer fout. Dat wilde dus zeggen, ik koop een nieuwe en die schroef ik op het dashboard van mijn auto. Dat duurt dan een half uurtje, want ik heb twee linkerhanden. En na dat half uurtje wijst die al een kilometer verkeerd. Nou, dan mis je echt de afrit hoor, dat garandeer ik je. Dus um, inderdaad, u hebt gelijk. Um, de, de afmetingen van het apparaat zelf zal in dit geval al wel iets uitmaken. Daar zijn wij reeds mee bezig. Er is op dit moment een aantal detectoren in aanbouw om zogenaamde gravitatiestralingen uit het heelal te detecteren met behulp van een interferometer die een armlengte heeft van enkele kilometer. De tijd die verloopt aan dit einde van die interferometer en aan dat einde van die interferometer is reeds verschillend omdat ze zich op verschillende plaatsen op aarde bevinden. Daar wordt rekening mee gehouden. Um, het, het is technisch extreem complex en ik heb er nauwelijks verstand van, maar uw opmerking is juist, daar moet je rekening mee houden. Is er in het vervolg van deze vraag, um, je zei al, op een aantal vlakken loop je tegen natuurkundige beperkingen aan uh, waar, je gewoon, waar het niet zinvol is om meer te meten. Betekent dat dat er op een gegeven moment een moment is dat je in de fysica-wetenschap gewoon klaar bent? Omdat er gewoon niet meer te meten is, omdat we het niet meer kunnen meten? Dus is er een tijdstip waarop de wetenschap gewoon opgedoekt kan worden, omdat we niet verder kunnen? Ja, ik zie mij al thuiskomen bij mijn vrouw en mijn dochter en ze zeggen van, ja, nou, het is wel klaar. Oh. <laughs> dus, <laughs> nee, 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 nee. nee. Um, dat, dat zal niet gebeuren. Ik sprak een keertje met, met een jonge man op CERN toen ik daar werkte. En um, die zei, dat, dat, dat is een heel apart verhaal, vertel ik wel een keer. Die was een toerijk die oorspronkelijk via de Witte Paters in, in Noord-Afrika terechtgekomen was bij CERN. Die dus nu in de computergroep uh, werkte. En die zei... Uh, you should be so lucky to go home in the evening and still have a problem to solve. Uh, um, natuurkunde is wat dat betreft een uh, van de meest fantastische dingen die er zijn met het geworden. Kijk, um, zelfs al zouden er beperkingen zijn aan een bepaald type meting, gaat dat bij ons niet zozeer bij om, om één enkele meting, maar om de samenhang tussen dingen. Uh, dus als, als men aan mij zou vragen: wat is jouw wetenschappelijk onderzoek? Dan gaat het over de mechanismen van het heelal en de, de samenhang tussen verschillende dingen, hoe het allemaal in elkaar grijpt, dat is denk ik een hoofdonderdeel van het onderzoek. Dat wij die gehele samenhang ooit zouden begrijpen, lijkt mij niet waarschijnlijk. Kijk, je kunt optimistisch en pessimistisch over zijn. Je kunt zeggen, ja hoor eens... Wij zullen nooit alles begrijpen uh, in, in het heelal, um, want we zijn tenslotte maar een geëvolueerde apensoort. Um, en van mijn kat verwacht ik niet dat hij de algemene relativiteitstheorie zou verbeteren. Dus waarom zou Vincent dat kunnen? Um, niettemin, we zijn wel een heel eind gekomen, kunnen wij vaststellen als biologische soort. En er zijn er twee mogelijkheden: ofwel Homo sapiens is superintelligent. Ofwel, het heelal is in principe zo eenvoudig dat zelfs homo sapiens het kan begrijpen. En ik gok op het laatste. Dankjewel. Uh, hartelijk applaus voor Vincent. Uh, okay.